Dag, tot bepaalde. Hey jongen. Hoi jongen. Hoe is het? Lang geleden, ja. Leuk. Lekker weer. Zelf weer. Hè? Ja, lekker spotten. Ja, ja. Ger en Hiel zijn er ook al. Oké. Okay. Dus even een leuk dagje van maken. Wat heeft u allemaal bij zich? Ja, mijn fototoestel natuurlijk. En ik heb wat spulletjes, informatie. Uit de computer een lijst met de vliegtuigen die vandaag allemaal aankomen en hoe laat ze weer vertrekken. Hey, hallo. Hey, hey Wil. Hoe is het? Ja, goed jongen. Alles goed? Ja, hartstikke goed jongen. Uitstekend. Komt de grote jongen binnen? Ik denk een 330, 777. Nou, het is beter om ergens anders te staan. Er landt hier voorlopig niks. Dichterbij bij de Polenbaan, dat is natuurlijk een betere plek. Gijs, hier zie je niks. Gaan we naar de Polenbaan. Ga mee. Goed, jongen. Ja? Volgen. Oké. Kom erachter, hoor. Is goed, joh. Het is eigenlijk begonnen al heel lang geleden. Jongetje van 6 was ik. Toen zat je nog Schiphol-Oost. Toen kwamen die Constellations. En al die propellervliegtuigen. Ik had familie die kwam dan in Indonesië. Als je dat geluid al hoort, dat is geweldig gewoon. Een paar druppels zie ik vallen. Wat, is dat nou erg voor spotter? Nou nee hoor, dat is niet zo erg. Grote paraplu bij me en dan eronder blijven staan, dan is er niks aan de hand. Het is mooi, die donkere achtergrond. Witte toestel. Prachtig mooi. De grote Air France toe aankwam rijden, zag je? Ja, mooi. Dus die... Airbus 321. 321, zo ja. Te zien, ja. Ja, 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 ja. Heeft hij op een gegeven moment niet genoeg vliegtuigen op de plaats staan? Oh, het kan niet genoeg wezen. Je blijft aan de gang. Waarom komt dat? Wat is het toch elke keer weer anders aan zo'n vliegtuig? Ja, de manier waarop je het maakt. Of die landt of die opstijgt. En ja, het is net ook met het weer. Donker, licht, de zon. Ja, je blijft het fotograferen. Er komen een paar cargo's aan, hoor, achter elkaar. Oh, mooi werk, jongen. De mooiste herinnering, wat was dat? Toen die Antonov 225 kwam hier met de kerst. Dat grote transportvliegtuig. Was je toen met kerst hier? Ja, dat was toen met kerst. Ja. En ik moest bijna het kerstdiner afzeggen, omdat ik dat toestel nog niet aan kwam zetten. Ik had al visite thuis zitten en ik moest nog aan het diner beginnen. Maar ja, dat toestel dat wilde maar niet komen. Dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Het is een hele mooie dag. We hebben het droog gehouden. De regen hebben we daar mooi. Daar is nog een regenboog zelfs. Dus ik bedoel, het was best een leuke dagje zo. Ja.